Goedemorgen. Excuseer mijn stem. Deze morgen was het nog erger. De shoppingmarathon van gisteren heeft mij een beetje brak achtergelaten. Echt een beetje vermoeid. Maar we moesten er vandaag weer vroeg uit, want we hebben om 9 uur een afspraak op de stad in het gemeentehuis om ervoor te zorgen dat we onze nieuwe reispas kunnen aanvragen. Want die van ons is net vervallen. Dus als we in het najaar internationaal zouden willen vliegen, dan hebben we dus een nieuwe nodig. En het is beter om daar op tijd aan te denken, dat je niet met zo'n spoedprocedure moet werken. Dat kost natuurlijk ook meer geld. Ik denk, de gewone kost 85. Je hebt de spoedprocedure en dan heb je de superspoedprocedure. En dat gaat alleen maar omhoog in prijs. Dus we gaan voor het laagste tarief. Dat vind ik trouwens al genoeg geld overigens. Maar bon, we hebben het nodig, anders kunnen we niet weg. So, we have to do it. Jurkje aan van Ted Baker, dat ik een tijdje geleden kocht in de outlet. Met een diepe V-hals, puffmouwtjes. En dan met zo'n A-lijn, twee laagjes van hetzelfde. Maar dat geeft een beetje een frivoler effect. Lekker kort. En dan mijn sletjes eronder, mijn slippers. Die dat ik laatst in Roermond kocht bij Chloe. Dus we gaan een keer kijken vandaag hoe dat ze lopen in de stad en of dat ze Parijs materiaal zijn, ja of nee. want alleen maar comfortabele schoenen kunnen mee natuurlijk als je door de stad wandelt. Maar voor een kleine trip naar Hasselt. En daarna naar Leuven. Yes, dat gaan we ook doen. We gaan een dagje naar Leuven. Of een half dagje, afhankelijk van wat we allemaal gaan doen. Ik denk dat we ergens Italiaanse streetfood gaan eten. Lekker op het gemakske. En ja, ik heb er al zin in. Ik heb gekeken naar de kaart en ik had gisteren in de auto al honger toen ik de menu zag. Maar eerst, first things first, de belangrijke dingen, de reispas aanvragen. Welkom in de stad. Het is, ik zou zeggen het is rustig, maar het is al markt. Dus er is een en al bedrijvigheid op de Saarplein. Maar wij lopen nog even door tot aan het schip. Dat is de naam van ons stadhuis. Ik ben persoonlijk geen fan, maar bon, het is wat het is. Het schip, here we come. Hier we are in de wachtkamer. 85 euro armer per persoon. En één reispas rijker? Wel ja, nu nog niet. We gaan hem over een weekje kunnen pas komen afhalen. Maar dat is niet erg, we hebben hem sowieso nog niet direct nodig. Maar toch, goede voorbereiding is het halve werk. Een rondje op de markt leverde ons net nog twee bakjes aardbeien op. En nu richting de auto? Ja. Ja. We made it! En welkom in Leuven. We wandelen weer richting het centrum. Ik denk dat we nu ongeveer, pas op voor de fietser, wel onze weg kennen. Net een berichtje gehad dat een kameraad van ons met de fiets een accidentje heeft gehad, aangereden door een wagen. Maar is al terug naar huis intussen. Wel zijn ribben en rug en schouders gekneusd. En goed dat hij een fietshelm op had, want hij zat op een elektrische fiets. Dus ja, een ongeluk zit in een klein hoekje. Laten we maar genieten van de vakantie, zolang het kan, denk ik dan. We zijn op zoek naar een koffiebar. Eigenlijk vooral om naar het toilet te kunnen. Wat dan een beetje contradictorisch is, dat we iets gaan drinken, terwijl ik al naar wc moet. Maar een koffietje kan er altijd wel in. We zijn wel best moe zo. De cafeïnekick is needed. Located. You see it done? Het is wel zo de kelder in. Je moet je half dol plooien om er te geraken. En it's very stinticals. But I made it. En de koffie ziet er goed uit. Flat white. Noir koffie. Approved. Dat is een iets straffere branding van de bonen dan ik normaal gewend ben. Maar ça va, een beetje suiker en dat gaat. Lekkere koffie, leuk terrasje, een beetje hipster, maar zeker, zeker aan te raden. Ik zat daar zo op een goed terrasje in de schaduw. En nu even terug richting de winkelstraten. Een beetje à l'improviste door Leuven. Als we hier
bij Myrthe binnenkomen, dan hebben we het vlaggen. Hè. Die heeft zulke leuke, unieke interieurstuks. Nu zaten we naar die marmeren kom te kijken. Of zo mooi marmer. Die gaat mooi staan op ons eiland. Of ons keukentafel. Of ergens anders. We hebben binnen besteld. We hebben zo'n shake-shack-achtig alarmdingsje meegekregen. En als dat afgaat, dan is ons eten klaar. Pony is mega goed gekeurd. Die pizza was lekker. Dat was zo'n goede crispy bodem, gelijk in Rome. Mijn broodje Roma was met artichokcrème. Dat broodje zelf was ook heel crispy, zacht, vers. Lekker leggen zo. Pasta vond ik lekker, maar was basic. Hè. Zo bolognese, wat jij gekozen hebt. Maar oh my god, yes. Zeker een plekje om terug te gaan. Dat is lekker, dat is vers en dat is cheap. Snel en cheap. Oh, we moeten even terug. Ik heb het gevonden. Oké, we hadden eierdopjes gekocht bij de tafel van Felice. Die vergeet op het terras van Bocconi. You have it? You have it. Ja, yeah, kijk! I have it. Bijna onze aankoop kwijt. Ja. Oké, okay, we moeten er ons koppeltje bij houden. Hè? Ja. We zijn misschien een beetje te vermoeid van gisteren, de shoppingmarathon met mijn moeder, maar niks verloren, niks verloren. We zijn hier langs het M-museum gekomen. Zo'n supermodern gebouw. En van buiten zien we dat er ook een dakterras is. Dus, we komen eens kijken. Het stond niet op de planning, maar we zijn volledig vrij vandaag. Zo, museum it is. M-museum. Cool. Audiotour is gratis. We moeten zo scannen. Het was een fancy museum. Mooi gebouw. En we zijn helemaal tot op dakterras geraakt. Superleuk. Beetje een 360. Oh, hier kunnen we niet uit. 360 view over Leuven. Vlak tegenover het M-museum heb je Anna Specialty Coffee Tea. We hadden een dorstje, dus ik heb iets homemade lemonade-achtig gekozen. Ik weet niet wat de keuze van Timo's is. Even beneden staan. Wat heb jij gekocht? Cappuccino. Cappuccino? Ah ja. Hot en cold hier. Ene voor de dorst en ene voor de smaken. Onze drankjes. De cappuccino en de pink pomelo. Mm. Lekker verfrissend. Dat was een verfrissend drankje. Dat was super lekker. Het had wel veel ijzer. Ik heb wel het gevoel dat ik dan zo minder drinken krijg, omdat dat ijs veel plaats inneemt. Maar bon, het was wel verfrissend, dus ik zal niet klagen. We zijn nu terug richting Myrthe aan het lopen. Die winkel waar we die marmeren schaal hebben gezien. Dus we hadden gezegd dat we die zouden komen ophalen na het eten. Anders moesten we er de hele tijd mee rondlopen. Dat was toch een beetje te zwaar. Dus dat is wat we nu gaan doen. En dan terug richting de auto en dan gaan we naar Hasselt. We hebben hem. De schaal is mee. We gaan even langs de filmlocatie van dagelijkse kost. Maar ik denk niet dat het open is. We piepen een keer binnen. Hè. Ah, zwaait allemaal een keer naar Jeroen Meus.
Onze collectie marmer is bij deze een beetje uitgebreid. Deze had ik vorige keer en de keer daarvoor denk ik al eens gezien bij de tafel van Felice. Eierdopjes, heel simpel en strak. Dus deze hier gezet in de kast voor als we nog eens een brunchje doen. En dan hebben we deze schaal die we dus bij Myrthe hebben gekocht. Ik heb geen idee over marmer dat het is, maar zo heel mooi paars. Met lichtere stukken ook. En we hebben die voorlopig hier op ons eiland gezet. Ik ga die nog een beetje moeten stylen. Mijn kaarsken en zo. Maar voorlopig mag dat hier even blijven staan. We waren er net even Untold, the girlfriend that never existed of zoiets aan het kijken op Netflix. Een soort van documentaire over catfishing. Even pyjama aangetrokken. We hebben trouwens onze oude reispas die vervallen was teruggekregen. Ze snijden dan zo'n hoek af. Als je die dan wilt houden voor sentimentele redenen, met name je stempeltjes, dan kan dat. Onze New York stempels, voor meer hebben we eigenlijk niet gebruikt. En Groot-Brittannië, daar hebben ze ook voor nodig gehad vorig jaar in november, maar die hebben volgens mij geen stempel gezet. Nee, dat was gewoon een identiteitsbewijs dat je nodig had. Zo ja, over een weekje hebben we onze nieuwe. En nu eventjes iets kleins eten hier thuis. En dan op het gemakske. Morgen is het huishouddag. Of toch huishoud voor middag. Namiddag kunnen we dan weer leuke dingen doen. Tot morgen. Goedemorgen, het is donderdag. Gisteren heb ik niet echt gevlogd, het was een down day. We hebben heel veel huishouden gedaan. Zijn boodschappen gaan doen. Voor de hele week de grote boodschappen. Yay. Het was ook aan het regenen, het was slecht weer. Uiteindelijk heb ik veel in de zetel gezeten. Niet te veel gedaan. Vandaag gaan we Hasselt een beetje proberen ontwijken. Het wordt een en al chaos de komende dagen. Je hebt de werken aan de brug, je hebt de werken aan de Grote Ring, werken in de binnenstad. De Kempse Steenweg wordt afgesloten wegens Pukkelpop. En het is een en al drama. Dus daar moeten we vandaag niet zijn. We gaan richting Maastricht. En dan zijn we weer even uit de buurt. De outfit van vandaag, een t-shirtje. En mijn rok en ja, die vlek. Don't mind the vlek. Mijn lippotlood is van mijn make-up tafeltje afgegleden op mijn rok. En ik dacht eerst dat er geen vlek was, maar toen ja, was er toch een stukje van het lippotlood op mijn rok achtergebleven. Maar ik heb dat weggedaan met een beetje micellair water. En dan er wat gewoon water over gedaan. Maar als ik dat doe met de kraan, dan wordt dat in plaats van zo'n vlek, dan gaat dat water overal naartoe. Maar dat droogt wel heel snel, want dat is zo van dat goed materiaal dat snel droogt. Dus ik moet gewoon eventjes buiten in de wind lopen en dan is dat weer weg. Maar voorlopig lijkt het dus alsof ik met één gigantische vlek naar buiten ga. Alsof ik pipi heb gedaan in mijn broek. Maar dan negeren we maar eventjes. Dat komt wel in orde. Ja, een ongeluk komt nooit alleen, hè, zeggen ze. Gisteren, mijn auto, oh my god, ik zal het u speed laten zien. Ik vermoed dat er hier wat steenslag was, niet gezien. En dan met de hitte, de barst gaat zo helemaal tot in het midden van mijn ruit. Oh my god, ik moet gewoon mijn ganse ruit vervangen. Ja, dat is een leuke extra kost die ik niet verwacht in mijn vakantie. Nu, morgen heb ik dus een afspraak, ze hebben die vooruit besteld. Je moet die 's morgens binnenbrengen, dan wordt dat vervangen. Dan moet dat de hele dag drogen en dan mag je die 's avonds terug gaan afhalen. Dus dat is weer een extra to-do op mijn lijstje voor morgen. Het wordt wel een beetje druk op die manier, maar ja, ik kan moeilijk zo blijven ronddraaien natuurlijk. Gewoon shitty, hè? Echt. Ja. We have arrived in Maastricht. We wandelen even naar het centrum. We wisten niet goed waar te gaan eten. Ik dacht dat we misschien een broodje of zo zouden doen. Maar we hebben uiteindelijk toch weer gereserveerd bij Sank voor deze middag aan het terras. Ik zou nog een beetje opwarmen straks qua gevoelstemperatuur. Dat is altijd mooi meegenomen. Intussen doen we een wandelingsje langs het water. Onze stappen erin krijgen en dan kunnen we straks weer lekker lunchen. Vlotjes hier geraakt trouwens weer. Dus dat is wel fijn. We gaan een beetje de omgekeerde richting vandaag. Normaal gezien eindigen we onze dag in Maastricht altijd hier op plein 1992. En dan komen we van die fiets- en wandelbrug. Nu gaan we over de fiets- en wandelbrug richting het centrum. Want het is 10:40. Dus veel te vroeg om te gaan lunchen. Dus we doen nog een rondje door de stad. Maar dat is wel echt een kuitenbijterke. Hier zijn zo van die kleine treetjes. Wat wellicht goed is als je weer met de fiets door moet, maar damn.
Hier achter ons zijn we net door de Helpoort gewandeld. Goed om te weten dat die in Maastricht ligt. We zijn net even in de kerk binnengekomen. Kaarsje brandt. Ik zei net tegen Timo dat ik misschien beter gedaan voordat mijn voorruit volledig gebarsten was. Dat had misschien geholpen. Hier gaan we zo meteen even binnen. Een kaartje kopen voor een verjaardag. Guys, zie je hoe cool? Een plissé trench. Like, my dream come true. We zijn in de Bijenkorf. Even naar het toilet gekomen. Waar je 50 cent moet betalen. En als je geen cash hebt, dan heeft het toilet daar gewoon een pinautomaat. Crazy times. En ook, leg me uit hoe je na 2 jaar corona uit het toilet komt, geen zeep op je handen doet en gewoon zo een seconde je hand onder de kraan houdt en denkt dat ze dan gewassen zijn. Wash your hands, people. Wash your hands. Zeker als je van je wc komt. Zijn we weer en net als we gaan zitten op het terras, komt de zon uit de wolken. Top! By the way, we hebben hier net bij een bakker een half rozijnenbrood gekocht. Voor 2,5 euro. Like, ik wist al dat de prijzen omhoog gaan en al, maar 2,5 euro voor een half rozijnenbrood? 1 steektartaar vandaag. Die was ook. Dus we zijn voor vis en kip gegaan. Ik heb de doradefilet en Timone kip. En de frietjes netjes in het midden. We zijn na de lunch uit Maastricht vertrokken. Vooral omdat ik nog iets moest regelen voor onze trip naar Parijs. Ik wou iets reserveren, maar we moesten dan zo bevestigen met uw kaart. En dat had ik dan gedaan, maar dan moest je ook nog eens met uw kaartlezer bevestigen. En Senk, waar we zaten op het terras, die hebben geen kaartlezer. Die had ook zoiets van, wat bedoel je? Dus blijkbaar is de terminologie van de kaartlezer in Nederland niet helemaal dat wat ik bedoel. Ik weet ook niet of dat in Nederland zo is, maar als je dus online bestelt hier in België, moet je bankkaart in zo'n een kaartlezerkastje zetten van wat je van de bank krijgt. Je pincode ingeven, wat codes ingeven, dan krijg je een code terug. Die code vul je in en dan zijn ze zeker dat je betaling echt is door de persoon zelf gebeurd. We zijn ook bij een ING-punt gestopt, maar daar hadden ze dan ook geen kaartlezer. Hadden ze er ook nog nooit van gehoord, dus konden we niet echt een kaartlezer kopen of zo. Dus zijn we uiteindelijk teruggekomen. De reservatie is gelukt. En hebben we ook het cadeautje klaargelegd voor onze logé van vanavond. Want we gaan morgen met Timo zijn nichtje, zijn metekindje ook nog, gaan we naar de Efteling. Dus we gaan gewoon nog eens naar Nederland. Ik denk dat er dan al de 4e keer is? Ja, de 4e keer in onze vakantie dat we naar Nederland gaan. We hebben bij Vesten zo'n klein kratje gekocht. En we gaan naar de Efteling en ik had nog van vroeger allemaal mokken van de Efteling. Zo van die sprookjesmokken van Blond Amsterdam. En ik gebruik die eigenlijk zelf niet meer. Ik vind ze nog super leuk, maar ik denk dat zij er meer aan gaat hebben. Dus dit gaan we geven als cadeautje. Natuurlijk, het andere deel van het cadeau is gewoon naar de Efteling gaan. Want oh my god! Hoe duur is dat geworden? We hebben 46 euro per persoon moeten betalen. En 12,5 euro voor het parkeerticket. Ik heb wel nog een klein beetje korting op de tickets kunnen krijgen, maar dat was geen vette. Wauw. Word ik gewoon zo oud? Of is dat normaal dat het allemaal zo duur is? Wauw. Maar niet erg. Dagje Efteling, we gaan daar zelf ook keihard van genieten. Ik ga nog eens moeten kijken naar het weerbericht. Wat gaan we morgen aantrekken? Het gaat wel oké zijn van temperatuur. Max 26 graden. Oké, ça va wel. Dus ik denk een short. Een short en een t-shirt. En gemakkelijke schoenen. Ja. Yeah. Ja, we zijn weer vertrokken. Zo. Ik ben net naar de kinesist geweest. Ik had gevraagd om wat statusoefeningen, dat ik niet te veel zou zweten met mijn make-up op. Ik had er alle begrip voor. Die zal denken, die wil op hakken kunnen lopen. Die wil niet zweten met haar make-up. Ik heb veel complimenten. Hè. Maar nu zijn we dus vertrokken. We gaan Timo zijn nichtje ophalen in Edegem. In Antwerpen is dat. En zij blijft vanavond bij ons slapen. En morgen gaan we lekker naar de Efteling. Maar eerst ga ik dan mijn auto afdroppen voor de ruit. Maar het wordt een toffe dag. Het wordt een toffe dag. 1 hindernis per keer en we komen er wel. Nu moeten we alleen even in Edegem geraken. Ik denk niet dat er
file is richting Antwerpen op dit moment. Dus in principe, volgens de GPS, zouden we er over een klein uurtje moeten zijn. Which would be perfect. En dan komen we terug met drie. Dan hebben we een logé. Tigra zal ook heel interessant vinden. Timo heeft de luchtmatras al opgepompt. Dus die ligt al klaar. We hebben zo een slaapmaskerje gekocht vorige week in de HEMA. Stella, niks gaat ontbreken. Die gaat dat kei tof vinden. Met twee toffe mensen naar de Efteling. Welkom op de parking van de garage. Het is iets voor acht. Ik mocht hier om 8 uur mijn auto komen droppen. Dus de gigantische barst is volgens mij onderweg nog een klein beetje groter geworden. It's okay. Komt toch een volledige nieuwe ruit in. Oh my god. En dan zijn we klaar voor de Efteling. De Efteling. Ik zit hier in mijn shortje, in mijn t-shirt. Ik heb mijn coachtas mee. Ik heb alleen maar essentials erin gestoken. Ze biedt vertrekken richting Kaatsheuvel. Dat is een uurtje en een half rijden ongeveer, denk ik, voor ons. Dus ça va wel. En dan zijn we nog voor officiële openingstijd daar. Dus dat zou ideaal zijn. Het is trouwens heel goed met onze logé. Ja, we zijn natuurlijk niet gewend dat er extra mensen bij ons in huis slapen. Maar zij heeft goed geslapen. We hadden zo'n dikke luchtmatras gekocht voor haar. So, dat viel allemaal goed mee. Voor mij was het zo wel even alert blijven van als ze 's nachts wakker zou worden en iets nodig heeft of zo. Dus ik heb niet zo heel goed geslapen. Vandaar de grote zwarte zonnebril om mijn wallen te verbergen. Maar ja, gelukkig. Een beetje concealer erop gesmeerd, dat zal wel lukken zeker. Voor haar was het fantastisch om te blijven slapen. Ik heb vooral zoiets van, oké, ik mag die niet uit het oog verliezen vandaag. Keep an eye on her at all times. Here we are. Het is een beetje kouder dan gedacht. Eerste stop was het toilet. Dat was hoog nodig. Maar nu gaan we richting de achtbaan. Op de beurs zetten. Ja. Niemand wil mee de baron op, dus we staan alleen voor. Helaas. Dus omdat ik alleen aangeschoven heb, heb ik zo single rider gedaan. Dan moest ik minder lang wachten, maar dan kreeg je zo random een kaartje waar het nog plaats was. Ik zat op de eerste rij, dat was heel eventjes, heel eng, maar één keer naar beneden was dat super tof. Een hele leuke achtbaan. Ha, amai, de eerste van de dag. Achtbaan nummer 2. De Python. Dat is oké. Dat zijn twee loopingskes en een paar zijdelings draaiingskes. Het is langer aanschuiven dan dat je er effectief in zit. Eén keer als je erin zit, is dat zo voorbij. En nu proberen we naar Joris om de draak te gaan. Maar rest voor vandaag staat de baron, helemaal alleen. Single rider. De rest hoor niet mee. Durfde niet mee. Ik zal het zo zeggen. Ik heel stoer er naartoe. De Python hebben we gedaan. De Joris en de draak hebben we gedaan. Het is nu iets voor 12. En nu is het wel leuk als we even rusten en iets gaan eten. We zijn op zo'n stationspleintje. Je hebt hier de hongerige machinist met frietjes en zo. Je hebt daar de likkebaard met burgers. Je hebt hier ook iets met gezonde broodjes en salades. Maar ik vrees dat als het aan stel ligt, dat we dan voor de frietjes gaan. Dus nu zijn we op zoek naar een drankje. Dat is het belangrijkste. Deze gezonde lunch, courtesy of the Efteling. Zo, de lunch is op. We gaan nu even niet de achtbaan in, want anders komen al die frieten terug naar boven. Maar we gaan richting de gondoletta, de bootjes. En daar in de buurt is ook een churro-kraam. We'll be right back.
rustige gondeltjes gaan we een beetje stoerder richting Vogel Rock. Ja, nou, stinken. Onze andere arm heuvelmarkt en begon te rennen. Zo hard dat de toer hem na die tellen al niet meer ziet. Nu vliegen we in het hupse prins van zo'n hoogsmarkt. Een hele goeie morgen op zaterdag. Oh my god, gisteren was een hele leuke dag. En ik denk dat we kunnen zeggen dat het geslaagd was. Timo zijn nichtje was super content. Ze was in slaap gevallen in de auto. Dus ja, dat is wat we nodig hebben. Hè? Maar ook voor ons was het zeer vermoeiend. We zijn s'avonds thuis gekomen. Ons klaargemaakt, ben ik gedoken. En ik denk dat ik gewoon in coma gevallen ben. En heel de nacht geslapen heb. Dus nu is het tijd voor een iets rustiger activiteit. Ik heb terug even mijn outfit van de week herhaald. Want het is zo ietsje frisser, maar het staat nog wel buiten. Ik heb ook dit tasje mee, dat had ik gisteren ook mee. Dus dan moet ik niks eruit halen. Blijft alles gewoon netjes hierin. Slippertjes. Ik had gisteren witte sneakers aan en dat was heel comfortabel. Maar als je zo'n ganse dag gewandeld hebt, dan zijn je voeten sowieso KO. Dus vandaag alles een beetje à l'aise. Dat is het enige dat we nodig hebben. We gaan voor een koffietje en een chocoladekoek, croissant, iets à la ontbijt. En dan op het gemakske chillen. En ik denk dat dat het beste zal zijn dat we vandaag kunnen doen. Goed, onze poging om te ontbijten bij Sweet Coffee is een klein beetje de kop ingedrukt. Blijkbaar is het ontbijt maar tot 11 uur. En de lunch begint pas om 11:30. Dus we hebben wel de koffie kunnen bestellen en daar hadden ze nog muffins en cookies en zo, dus we hebben een muffin en een donut besteld. Dat is niet echt een healthy breakfast, maar ça va wel. Hè? Anders ging het een pijl chocola worden, wat ook niet meteen het toppunt van gezondheid is, lijkt mij zo. Dit is hoe dat een donut special eruit ziet. We hebben één chocolade muffin, een gewone cappuccino en een chococino. Dus dat is een cappuccino met chocolademelkschuim. Een beetje meer chocolade in de cappuccino, dus ja. Met een cappuccino achter de kiezen. En een halve donut en een halve muffin, want we hebben gedeeld. Even nog die binnen gewandeld voor mijn kwastenspray. Ze hadden er nog net twee en het was 50% korting op de tweede, zo, dat is altijd handig. Ondanks de hele pukkelpop, het is er toch redelijk wat volk in Hasselt. Het is ook lekker warm, dus de terrasjes stromen vol. We hebben natuurlijk zelf net nog zo ontbeten, dus we gaan nog niet meteen lunchen. Dan maar verder een wandelingsje doen. Een beetje tapas sharing, kleine gerechtjes, want we hebben gisteren wel genoeg gegeten. Verfrissend met een goede gemberkik. Het is heel raar, maar vroeger moest ik niks van gember hebben en tegenwoordig kan ik er wel iets beter tegen. Eigenlijk met mijn gembershots en zo. Smaak ontwikkeld blijkbaar naarmate je ouder wordt. Dit zijn zo gebakken stortjes met een beetje tzatziki en dan gelakte rubbekens. We hebben onze lunch afgerond bij uw zuster. Dat was weer lekker, zoals altijd. Dan krijg je dan zo treffin snoepjes, zo van die muntsnoepjes op het einde. Dat is kun je verfrissend. Ik ben de beste muntsnoepjes die ze u kunnen geven na de maaltijd. We
ben eventjes komen zitten op een bankje in het kadettenpleintje. Dat is zo een klein pleintje, groen, in het midden van de stad. Eigenlijk is dat privé, kadettensteegje, maar dat wordt dan door de eigenaars opengezet en mensen kunnen daardoor wandelen. 'S Nachts wordt dat wel toegedaan, dus dan is het gesloten, maar overdag kunnen hier dus gerust langskomen. Een beetje een groene oase als je zo je lunch wilt opeten of zo. Of gelijk wij even relaxen en zitten. Ideaal. Onze laatste stop. Hier het zonnige terrasje van King Kong Coffee. Met Timo gaat voor koffie. Ik ga terug voor een Pinky Winky. Homemade lemonade, iced tea. Nee, lemonade is het. Gewoon een beetje verfrissing tegen de dorst. En intussen een beetje kijken naar de mensen die passeren. Dat is zo gewoon sociologisch interessant. Mensen kijken op een terrasje. Ik denk dat we dat heel veel gaan doen in Parijs. Met een Pinky Winky is er eindelijk. We hebben even moeten wachten, want er zijn veel mensen op het terras. Maar het ziet er lekker uit.